UR7 is een korte thriller over oorlogsvluchtelingen met in de hoofdrollen Nancy Massawa en Sietse van der Ster. Filmregisseur Jury Pruis is aangeschoven om over de korte film te praten. Bijzonder dat je aanschuift. Ja, een regisseur uit Culemborg. Wat willen we nog meer nemen? Wat zit er dan een hoop talent eigenlijk, als je goed nagaat, in Culemborg? Want je gaat een, een thriller gaan je maken uit één shot, hè? Oops. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, het wordt een, uh, een korte film van ongeveer een kwartiertje, die we in één compleet shot opnemen. Dus het is eigenlijk een real-time ervaring voor de kijker. Dus je bent eigenlijk van de eerste seconde... tot de laatste seconde van het verhaal... zit je gewoon te kijken naar wat er gebeurt. Dus er wordt niet in gemonteerd. Het is gewoon één, uh, ja, één lange camerabeweging eigenlijk, uh, de hele film. En is dat makkelijker dan met, uh, met alle sets... en alle toetes en bellen een film, uh, een film maken? Nee, nee, het is veel moeilijker. Want je, moet, je, je hebt eigenlijk een soort uh, choreografie die je afdraait eigenlijk. Dus je moet het eigenlijk helemaal van tevoren bedenken. Uh, en dan ga je het uitvoeren op de set... Maar als het ergens halverwege misgaat, dan moet je dus weer helemaal opnieuw beginnen. Dus het kan zijn dat we echt 10, uh, 12 ja, keer of zo het geheel moeten gaan doen voordat hij er recht op staat. Dus het is een, uh, best een uitdaging. Ja, ja. ja. En dan, uh, het is een, een oorlogsverhaal, mag ik, het, mag ik het zo noemen: een oorlogsverhaal wat je dan gaat verfilmen, ook al is het dan kort. Um, hoe, hoe gaat het eruit zien? Wat, wat, wat gaat er gebeuren in die? Ja, het is, het is, uh, het is inderdaad tegen de achtergrond van een oorlog. Het, zijn, uh, het, is een, uh, het is Nederland, het speelt zich wel af in Nederland, maar dat wordt niet zo, als zodanig genoemd. Um, in de toekomst. En dan moet je denken aan drie, vier jaar in de toekomst. En uh, in deze fictieve uh, vertelling is Nederland dan dus in oorlog. Uh, en er zijn twee vrouwen die. Onderdak uh, zoeken, een schuilplaats zoeken voor het uh, oorlogsgeweld buiten. En uh, zij, uh, nou, er, is, er zijn twee vrouwen. De ene vrouw die heeft die, uh, dus een schuilplaats al gevonden en neemt die andere vrouw daar naartoe mee. En daar komen ze dan aan en eigenlijk als de film begint, dan komen ze net die ruimte binnen en, uh, en ja, dan, uh, dan begint het. Ja, ja, want het speelt zich af uh, ja, in de Gelderlandfabriek. Maar dat zie je natuurlijk niet, hè? De opnames zijn in de Gelderlandfabriek. Klopt. Um, wat, wat voor setting is het? Want wat, wat is, waar speelt het zich af? Gebeurt iets op straat? Of gebeurt er iets in een huis? Of... Nee, het is dus allemaal binnen. Dus we zien eigenlijk van buiten wat er gebeurt eigenlijk mm. bijna niks. Behalve wat we door de fabrieksruitjes zien uh, is er uh, niks te zien. En het is, een, uh, in, uh, het is niet echt de Gelderlandfabriek meer in deze film. Uh, het is een uh, kantoor van een start-up. Mm -hmm. uh, met allemaal mooie hippe meubels en zo. En uh, het ziet er allemaal heel erg leuk uit. En uh, het is... Het ziet er ook nog uit alsof je zo weer kan aanschuiven met je laptop en aan de slag kan. En uh, daar hebben mensen dus voor nu eventjes een plek gevonden om, uh, om, om uh, te, te schuilen. Maar, uh, ja, dat, en dat is een beetje geïnspireerd op beelden die ik ook gezien heb in de, toen Oekraïne werd uh, bezet. Mm -hmm. Uh, toen waren er uh, veel foto's ook van de schuilplaatsen waar uh, Oekraïense mensen uh, naartoe gingen. En dat waren dus onder andere gewoon ja, gewoon. Uh, Normaal, scholen. Gymzalen, nee, inderdaad. Ja. Kantoorgebouwen. Hele gewone plekken die verder helemaal intact waren. En dat vond ik nogal, nogal surrealistisch. Dat je, dat je daar dan zit en eigenlijk helemaal niks meer hebt. En tegelijkertijd een soort rijkdom om je heen van spullen die allemaal niet echt meer de betekenis hebben die ze ooit hadden. Mensen doen er niks meer mee. Het staat er gewoon ineens maar. En dit is dan ook een soort van bedrijf dat een app ontwikkelt. En ja, niemand gaat nog een app downloaden als er oorlog is. Dus die mensen die daar werken waar ze zijn, ja, dat weten we niet. Maar uh, nu zijn er mensen die dat als schuilplaats gebruiken. En is jouw verhaal dan ook geïnspireerd op het uh, verhaal van de Oekraïne of dat niet? Nou, niet zozeer deze specifieke situatie. Het is wel geïnspireerd, natuurlijk op soortgelijke situaties. Het is niet een letterlijke vertaling daarvan. Mm -hmm. Uh, en nu ook met wat er in Gaza en Israël gebeurt, is het natuurlijk ook weer ineens enorm actueel geworden. En zijn de parallellen daarmee ineens een soort van duidelijk. En dus het, het is ook niet per se de bedoeling om aan een specifieke uh, oorlogssituatie te refereren, maar wel aan een soort iets universeels dat eigenlijk altijd bij oorlog uh, voorbij komt. Een soort van. De noodsituatie waarin je zit en waarin je dan hele moeilijke keuzes moet gaan maken. En ook uh, ja, dat alles eigenlijk een soort van ter discussie staat. Dat niks vanzelfsprekend is. Dat je niet weet van elkaar. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Wie mm -hmm, mm -hmm. kan je vertrouwen? Wie gaat jou helpen? Uh, en deze soort van universele uh, ervaring. die ik gelukkig nooit zelf heb meegemaakt. maar waar ik natuurlijk veel onderzoek naar heb gedaan. Uh, is eigenlijk de basis geweest van de, van, het film, van de film. Ja, en wat wil je, wat wil je met de film bereiken? Wat moeten mensen als ze hem gezien hebben? Wat, wat moet er dan ontstaan zijn? Ja, nou ja, ja elke reactie is een valide reactie ja. in de zin van uh, het is en blijft kunst. Dus er is niet één specifieke soort van indruk die het zou kunnen uh, achterlaten. Uh, vanuit mezelf is er wel een soort drive om mensen te laten reflecteren op, op zo'n soort van situatie en ook op wat jouw eigen perspectief is als je. Uh, naar een situatie zoals deze kijkt. Want we zijn nogal gewend hier om naar een tv te kijken, bijvoorbeeld, mm -hmm. en uh, naar oorlogsgeweld te kijken en dan een kant te kiezen of te zeggen van, oh ja, maar dat is natuurlijk, dat heeft deze oorzaak. En als ze daar nou mee stoppen, dan is het toch uh, gewoon afgelopen. Dus waarom doen ze dat nou? Uh, voor de mensen op de grond, zullen mm -hmm. we maar zeggen, ja. die daadwerkelijk in die oorlogssituatie zitten, is dat allemaal volstrekt irrelevant. En gaat het veel meer om de een op één relaties die je met elkaar hebt om. Ja, om, om inderdaad aan voedsel te komen of onderdak en, enzovoort. En um, daarmee speel ik. Dus het perspectief van een kijker die zich eigenlijk veilig waant... Mm -hmm. um, maar die doordat hij naar zo'n situatie kijkt... langzamerhand in de gaten krijgt... oh, wacht even, mijn perspectief hierop... daar is eigenlijk ook misschien iets niet helemaal oké okay mee. En daarom is, heet de film ook You Are Safe. Omdat die titel, die, dat is een statement... maar ergens zit er een vraag achter... Wie is you? Ja. Wie is dat? En um, daar kan je allerlei antwoorden op geven. Dus daar geef ik ook niet per se een antwoord op, nee. zeg maar. Maar, uh, maar dat is wel een beetje de achtergrond van ja, waar kijken we eigenlijk naar als we naar zo'n situatie kijken? Welke verhoudingen zien we dan? Wie, wie, is, wie is de soort van winnaar of de verliezer? Uh, wie kan wie vertrouwen? Welke rol speelt de een in het leven van de ander? En we zijn geneigd om daar allerlei ideeën over te hebben. Die vaak heel impulsief tot stand komen. Mm -hmm. En dan ga ik langzaam hand. Voor de kijker, eigenlijk een soort beetje ontrafelen, een beetje op een subtiele manier laten zien van waar je, waar je nu naar kijkt, zit misschien net even anders in elkaar dan je in eerste instantie dacht. Ja, en heb je dan ook bewust gekozen? Want je hebt voor een, uh, nou ja, een, een blanke en een donkere acteur, om het te, actrice eigenlijk om, uh, om het maar eventjes misschien oneerbiedig te zeggen. Maar heb je daar bewust voor gekozen ook? Zeker, ja. Het is een uh, film die ook gaat over ongelijke behandeling, specifiek dus in oorlogssituaties. Mm -hmm. en, uh, en dat vandaar ook deze casting. Um, en daarbij ook uh, juist. Ja, spelend zou ik niet willen zeggen, dat is misschien een beetje een raar woord. Maar met de, met de verwachtingen die een kijker ja, heeft bij ja. zo'n soort van samenspel van twee actrices. En uh, ik heb de Sietje van der Ster is de witte actrice. En die heb ik specifiek voor haar heb ik ook deze rol echt geschreven. Uh, ik heb eerder met haar gewerkt en mm. toen dacht ik iets in haar te zien waarvan ik dacht. Uh, volgens mij heb jij nog nooit een bepaald soort van rol neergezet. En ik ga deze rol voor jou schrijven om okay. iets te laten gebeuren daar. En toen hebben we vervolgens met een casting director gekeken naar een goede, leuke match met haar. En dat is dus Nancy Massaba geworden. En zij is een zwarte actrice. En zij, uh, mm. zij is nog zij is veel jonger, maar echt een enorme soort van. Ja, zo getalenteerd. En, zo, uh, en ook heel gedreven om dit verhaal te vertellen. Want. Het gaat ook over, ja, het gaat over ongelijkheid. En daar ja. heeft ze natuurlijk zelf ook uh, veel mee te maken gehad. Ja, ja, en misschien komt het dan nog wel beter zo tot zijn recht als je dan hoe triest ook dat zelf kan invoelen. Zeker. Ja, het heeft, uh, ja er zijn uh, dat soort raakvlakken zoek je dan natuurlijk mm -hmm. ook altijd als acteur. Om, uh, en dat kan ook, dat hoeft niet per se zo letterlijk te zijn, zeg maar als dit. Um, maar dat is wel het leuke altijd ook van het werken met acteurs, dat ze zoeken naar iets in zichzelf waarvan ze zeggen, ah, oh, wacht even. Dat 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 is dat stukje van mij dat, daar kan ik iets mee om deze rol te kunnen spelen en dat is heel uh, ja dat is heel tof. Ja. ja. En ergens volgend jaar dan uh, moet hij af zijn hè? Ja. Uh, ik dacht in eerste instantie, dat is best wel lang als je één take maakt. Maar je moet van allerlei dingen nog doen, volgens mij, ja. eraan. Ja, nou ja, in principe als de film erop staat, dan is het beeld zo'n beetje, zeg maar, mm -hmm. klaar. In de zin van, het, het, het staat erop. Maar dan moet er nog heel veel gebeuren, vooral ook in, de, uh, in, de, in het geluid. Dat is een hele belangrijke. Omdat de oorlogssituatie die buiten is, die ervaren we eigenlijk alleen maar vanuit die ruimte waarin we zijn. Mm -hmm. Dus die wordt eigenlijk helemaal gerecreëerd met geluid. Uh, bijna helemaal ook met een beetje lichteffecten en zo dat we op de set gaan doen. Uh, dus je bent eigenlijk uh, best, daar zijn we best lang mee bezig straks, omdat, uh, uh, om dat, voor elkaar te ja, krijgen. Ja, om dat ook realistisch te krijgen waarschijnlijk. Ja. ja. En toevallig vandaag, uh, sinds vandaag weet ik wie dat gaat doen, dus oh. dat is heel leuk. <laughs> Want we waren nog op zoek naar de juiste persoon om ja. dat proces. Te gaan uh, doen en dat is Peter Vlamman. En dat is een sounddesigner die uh, een gouden kalf heeft gewonnen. Oh, dus, kijk, dus, uh, dus dat is niet de minste <laughs> dat ook. Is niet de minste, ja. Ja, ja. mooi. En dan en verwacht je dan ook bijvoorbeeld dat je uh, prijzen gaat winnen met deze, met deze film? Zou dat, zou dat kunnen? Of zeg je van nou, ja, maar daar maak ik hem helemaal niet voor. Nou ja, daar maak ik hem natuurlijk niet voor. Uh, de bedoeling is. Um, niet zozeer... Ik, ik, maak, ik maak hem natuurlijk ook om gewoon iets moois te maken. Mm -hmm. En als er iets moois gemaakt wordt... dan zullen er altijd mensen zijn die dat waarderen... en die daar dan op de een of andere manier... waardering voor willen uitdrukken. Bijvoorbeeld een prijs. Um, maar wat ik vooral belangrijk vind is dat... Uh, dat dit een gesprek op gang brengt. En dat mensen gaan reflecteren. En daarom ook uh, gaan we de film... Niet, we gaan hem ook in de Franse school draaien. Daar, daar, wordt hij dus, daar kun je dus ook gewoon heen. Ergens begin volgend jaar. Maar dat hangt dus nog een beetje af van hoe precies de planning zal verlopen. Um, en dan gaan we ook in gesprek met het publiek. Dus het idee is juist ook om niet zomaar die film te kijken. En dat zien, te zien als een stukje soort van entertainment. Ja. Ga je daarna lekker weer de kroeg in. Okay. Maar het uh, te zien als een startpunt van een gesprek met elkaar over, oké, okay, waar hebben we nou eigenlijk naar gekeken? Wat heb jij gezien en wat heb jij gezien? Zien jullie dezelfde dingen of hebben jullie daar een andere kijk op? En op die manier te gaan nadenken, laten een beetje, ja, een soort zaadjes te planten van uh, hoe kijken we naar dit soort situaties en wat uh, en wat denken we daar dan van? Ja. En hoeveel mensen zijn er dan uh, uiteindelijk betrokken bij zo'n productie? Want zijn dat dan toch nog meer mensen dan iedereen denkt? Um, het zijn, uh, ik heb de optelsom nog niet gemaakt. Okay. <laughs> en dat weten we eigenlijk ook pas als we helemaal klaar zijn natuurlijk. Want in de afwerking komen er weer nieuwe mensen mm -hmm. dus ook bij. Die allemaal dingen gaan doen en zo. Bijvoorbeeld in het geluid. Um, maar uiteindelijk zitten we nu al denk ik op veertig mensen ongeveer. Um, die dan daadwerkelijk een onderdeel zijn van de cast of the crew. Uh, maar dat is niet eigenlijk. Je kan dat is nog steeds een onderschatting zeg maar, omdat het uiteindelijk ook heel erg een soort van ja film is die die, die ik met heel veel mensen in Culemborg ook maak ja. zeg maar. Dus uh, er zijn mensen die ja die mee, echt letterlijk meewerken aan bepaalde aspecten van de film, maar ook uh, organisaties zoals natuurlijk de Gelderland Fabriek... waar mensen ook zitten die meehelpen ja. die. Ja. Nou, dus zo is het eigenlijk veel groter nog dan dat. Uh, en we hebben een crowdfunding-campagne gehad, die we ook uh, vooral in op Culemborg hebben ja. gericht. Waarbij we dus een, een flink deel van het budget uh, hebben opgehaald. Een heel minimaal budget alsnog. Maar, uh, en dat zijn ook allemaal he, grotendeels mensen die hier in het netwerk zitten, die ja, uh, ook mooi, bedrijven ja. die gesponsord hebben. Uiteindelijk zijn dat net zo goed medewerkers aan de film. Want ja, zonder die bijdrage ja, kunnen we het precies. ook niet maken. Nee, dus, ja. nee. Ja en, en en je inkomsten hoe haal je die dan straks uit de markt door gewoon de de film overal te laten zien? Ja, nou theoretisch is dat zo. In de praktijk bij een korte film is dat uh, wat lastiger. Uh, want het is niet een bioscoopfilm. Nee. Uh, en voor een bioscoopfilm willen mensen wel een kaartje betalen, zeg maar. Maar een film van een kwartier, ja, wat betaal je dan? 2 euro of zo. Ja, lastig. En, maar dat, dat werkt niet echt, nee. zeg maar. Dat is niet echt een verdienmodel. En dat is ook niet de bedoeling, zeg maar. Nee. Het is echt de bedoeling om iets neer te zetten wat een gesprek op gang brengt. En uh, er zit geen enkel commercieel. Uh, belang in en nee. ook de crew die werken, allemaal voor echt een soort van uh, laten we zeggen, een boekenbon mee. Uh, en dat zijn allemaal uh, professionals die ook vanuit allerlei plekken in Nederland hier naartoe komen om, uh, om het te maken. En die doen het ook allemaal omdat ze dit verhaal willen vertellen of ook omdat ze het een leuke technische uitdaging vinden ja. dat het in één shot is. Ja. En ja, dat, dat, uh, dat levert ook een heel speciale energie op, zeg maar dat je dat met elkaar echt aan het doen bent. Mooi, uh, maar dat maar dus, niemand doet het voor het geld, zullen we nee. zeggen. <laughs> Nou, ik vind het ook wel eens mooi om te horen. Ik roep tegen iedereen altijd daar ook wel van. Als daar niet echt zo'n winstbejacht op zit, hè? dat het eigenlijk bij jezelf vandaan komt en dat je echt iets wil vertellen naar mensen. In plaats van iets maakt om daar een kraken van te maken. Ja, ja, en het is natuurlijk wel de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen het zien. Tuurlijk, ja dus tuurlijk. Als, het, als, het, als het een miljoenen publiek bereikt, dan uh, heel graag. Um, maar dat, dat, is, dat gaat via filmfestivals. Ja, ja. En dat gaat uh, nou ja, de, bijvoorbeeld in de Frans, Franse school. Maar we hebben ook uh, het plan om dat ook in andere filmhuizen en theaters in Nederland te ja. gaan doen. Dat heb ik wel eens met een andere film ook uh, eerder gedaan. En dan hebben we gewoon uh, door het hele land, zeg maar, dat, uh, dat we dat gesprek kunnen voeren. Mooi. En ja, dan, dan heeft het de impact die het moet hebben. Dat, daar, daar gaat het om. Uh, natuurlijk, zoveel mogelijk mensen moeten het zien. Ja. Maar niet, voor de, maar niet voor de kaartverkoop, nee, zullen maar zeggen. precies. Als mensen nou uh, wat meer willen lezen of nog meer informatie willen... hebben jullie een website waar dingen op vermeld zijn? Ja, het handigste is om uh, ons op Instagram te volgen. Uh, Youaresafe.theshortfilm. Uh, als je gewoon You Are Safe film of zo zoekt, dan vind je het ook. Ja. Um, en daar houden we een beetje iedereen op de hoogte van wat er allemaal gebeurt. Uh, en daar zullen we, ook, uh, zullen we tijdens de draaidag misschien ook wel wat posten. Als, dat, als we het er tussendoor krijgen mm -hmm. in de drukte. Uh, en ook in de komende maanden uh, zullen we ook mensen op de hoogte houden. Uh, van natuurlijk het hele proces hierna, zeg maar. Om, het, ja. uh, om de film af te maken. Maar ook als de film geselecteerd wordt voor filmfestivals. Wanneer die in de Franse school uh, gaat draaien. Dus dat komt allemaal. Uh, Langzamerhand dan voorbij op Instagram. Ja, nou, dan wens ik jullie heel veel succes uh, met het draaien. En, Dankjewel. Uh, wij blijven jullie volgen. Fijn dat je er was. Dankjewel. Ja, bedankt.